Of nog. En dit is een van de categorieën waar toch wel het meest op gestemd werd. Zo'n categorie. Oh ja, vorig jaar was de winnaar gewoonvegan.nl. Ja, geef een applaus. Je raadt mooi dat wij niet aankomen. Ja, iets met z'n dan. Ja. Wat een vegan bolwerk daar. Gaat goed. De genomineerden in deze categorie: Living the Green Life, Scottzilla, Renmeisje, The Green Vegans, Het Groene Boertje. En wat eet je dan wel? Nou, ik ben benieuwd. Ja. Oh, de derde plek. De derde plek is ingenomen met 13% van de stemmen. Living the Green Life. Gefeliciteerd. Op nummer 2 is geëindigd met 19% van de stemmen. Scottzilla. En er is eentje met zelfs 45% van de stemmen. Volgens mij zijn dit de meeste stemmen op één genomineerde, toch? Ja. Ja. Dus geen enkel genomineerde heeft zoveel stemmen gekregen. Wat eet je dan wel? Ja, daar ga je. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. En eerst even op de foto. Gefeliciteerd. Ik heb ook een vraag aan jou. Want het viel ons erg op dat er zoveel stemmen zijn gekomen op de meeste van alle genomineerden van alle categorieën. Dus wij willen eigenlijk wel weten, wat is het succes van jouw blog? Ik kom uit Rotterdam. Dan begrijp ik het. Nee. Ik zeg, wij doen maar gewoon. Dat is jou gewoon normaal. Dat is denk ik wel. Doe maar gewoon. Gewoon doen. Gewoon doen. Dat is het credo. En daarmee word je het meest succesvol. Ik heb ook nog wel een vraag. Want je bent veganist, hè? Ja, dus je eet geen vlees. En ook geen vis. Eieren. Nee? Wat eet je dan wel? Volgens mij heb je daar een blog voor gemaakt. Wat eet je dan wel, punt.nl? Gefeliciteerd.